Marlene Dietrich en Edith Piaf waren de Madonna en Amy Winehouse van de 20ste eeuw. Het is inmiddels lang geleden, maar nog steeds relevant. Zo relevant dat een nieuwe musical van Van Nel Theaterproducties gebaseerd is op deze twee iconen. In bed met Dietrich en Piaf, met Frederik Slijtsman van der Loo, Irene Kuiper en Ger Otten. Ik speel Edith Piaf in de voorstelling. En Edith Piaf was een vrouw die op haar 48ste overleed, eigenlijk 47, zo bijna 48. En het is een vrouw die het leven op heeft geslurpt. De kaars aan twee kanten opgebrand, dook overal in, ging naar voren. En eigenlijk leek ze een beetje op Amy Winehouse. Toen is toch blind. Die zich echt in het leven stort en daardoor ook wel heel snel is overleden. Ik speel Marlene Dietrich. En zowel als toen ze 80, 90 was, maar ook andere leeftijden. Dus één vrouw, vele leeftijden. Ik speel geloof ik zes verschillende mannen in de levens van Edith en Marlene. En één vrouw speel ik ook, de huishoudster, Celestine. Ja. En Ger speelt piano en accordeon en alle muzikale begeleiding. Ik ben de regisseur en ik heb ook het script geschreven. Frederik en ik deelden een kleedkamer en daar hadden we nogal wat tijd om te wachten. En toen op een gegeven moment zaten we te praten en toen kwamen we tot het idee om ons voorstelling te doen. Dat Frederik natuurlijk vrij lang en ik vond kort. Ik heb ooit in het verleden ook een keer gesproken. En toen dacht ik, nou, gaan we iets doen over de vriendschap. U heeft al een keer de rol van Edith Piaf gespeeld. Ja, in 1988. Oma vertelt. Ja. Oké. Okay. Oma van Billy Elliot. De oma van Billy Elliot. Ja. Toen had ik een mooie documentaire gezien over Marlene Dietrich. En dat appte ik aan Irene s'nachts. Kijk maar even wat leuks. En Irene wist alles van Edith Piaf. Dus die had dat al een hele leven gespeeld. Dus die zei meteen, nou weet je dat dat zulke goede vriendinnen waren. Dat vonden wij zo'n grappig idee, die twee totaal verschillende vrouwen, dat zal je na de voorstelling al zien. Dat die twee vriendinnen waren, dus daar wilden we meer over weten. En zo is het gekomen. Piaf en Dietrich hadden beide een compleet verschillend karakter. Is dat ook te merken in hun muziek? Dat denk ik wel. Als je naar de muziek luistert, hoor je dat die twee totaal anders met hun omgaan. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Het verschil is juist heel interessant. Ik denk graag om het script te schrijven. Waarom heeft u meteen ja gezegd op deze voorstelling? Nou, ik had een beetje twee reacties van ja en nee. Oh ja, wat leuk. En oh nee, alsjeblieft niet. En het ja wat leuk kwam omdat ik de actrices kende. En het leuk vond om met ze te werken. En ook met Ger Otten, de man die als derde speler erbij zit. En mijn twijfels lagen meer op het gebied van dat ik biografische musicals over sterren nooit zo interessant vind. Ik heb het gevoel van als je echt precies wil weten hoe het leven van iemand in elkaar zat, kan je beter een boek lezen. En denk dat theater een plek is waar je veel spannende dingen kan doen. Er ook al heel veel dingen gemaakt zijn over Piaf, er is ook een voorstelling over Dietrich gemaakt. Dus voor mij was wel de vraag van, als we hiermee aan de slag gaan, kan ik iets zinnigs toevoegen aan wat er al bestaat. Dus een heel groot deel van het denkproces voordat ik überhaupt pen op papier zette of toetsen indrukte op mijn computer, was nadenken van waar gaat het dan eigenlijk over voor mij. Wat willen jullie met dit verhaal vertellen? Over wat de waarde is van vriendschap en wat je als vrienden met elkaar meemaakt en wat elkaar ook weer kan scheiden. Wat elkaar ook wel weer vaak in een notendop. Ja. Een aantal dingen. Ja, sowieso dat je hoe je omgaat met roem en bekendheid. Dat is een groot stuk. Dat je dat echt op twee verschillende manieren kan doen. En dan mensen kunnen daarna over denken van wat is nou de beste manier. En het vriendschap tussen verschillende vrouwen. Dat is een
dan vaar ik je midden. Wat is de grootste verrassing van deze voorstelling? De grilligheid ervan, denk ik. Dat het in en uit iets gaat, dat het heel snel schakelt, dat je niet weet waar is. Precies, juist dat. Dat is wat waar en niet waar. En wat had gekund, wat had niet gekund. Het zet wel de fantasie ook. Het prikkelt de fantasie. Ik denk dat het spannender kan zijn voor het publiek om je af te vragen, is dit nu waar gebeurd? Of is dit nu de fantasie van de schrijver? Is dit nu waar gebeurd? Of is het nu de fantasie van de oudere Dietrich die terugkijkt op haar leven en die misschien wel wat dingen wil veranderen die niet zo mooi waren? Waarom moet iedereen nou naar deze voorstelling komen kijken deze week? Omdat je echt iets meemaakt. Weet je, ik vind het zelf het fijnste in het theater als ik het in mijn lijf voel. Dat ik heel hard moet lachen of heel hard moet huilen. Dat je echt dat je er een energie van krijgt. En hier maak je echt wat mee. En je bent ontroerd. Mensen huilen, mensen lachen. Je verbaast je. Ja, dat sluit ik me heel bij. Het is geen nostalgisch liedjesprogramma. Dus ook als je in principe niets hebt met deze twee figuren, is het denk ik een hele leuke, spannende, ontroerende voorstelling. Omdat het denk ik in essentie gaat over, wat is de beste manier om je leven te leven? Moet je je totaal overgeven aan drank en drugs en seks? En moet je het leven echt tot de laatste druppel leeg drinken? Of is het veel beter om altijd alles onder controle te hebben en beheerst te blijven en je ambacht tot in de puntjes te beheersen? Is dat de beste manier om in het leven te staan? Ben je meer een Madonna of ben je meer een Amy Winehouse? Even kijken. Nou, dat moet niks, maar ze zijn van harte wel. Oké. Okay.